gemeentelijk duurzaamheidsbeleid gaat heel erg ook over energietransitie. Dat gaat over hele grote dingen zoals windenergie, maar ook het brengen van de restwarmte uit de Rotterdamse haven naar de glastuinbouw hier in Landsingeland. Maar het gaat eigenlijk ook over de dingen bij jou in de straat. Dus bijvoorbeeld laadpalen. Wij hebben besloten 20 laadpalen nog dit jaar bij te gaan plaatsen. En in de richting tot 2020 nog eens een keer 225 extra laadpalen neer te zetten. 275 in totaal. We zijn hier bij het gemeentehuis zijn we begonnen om de capaciteit uit te breiden. Zodat de mensen die hier komen ook kunnen laden. Dat is natuurlijk wel zo handig. En vervolgens, dat was mooie, konden we nog iets anders doen. Namelijk elektrische deelauto's introduceren. En we hebben een project gestart waarbij de mensen die hier werken niet meer met hun auto komen, maar een elektrische deelauto gebruiken om de kilometers die ze voor de baas doen, elektrisch te doen. Nou, dat is fantastisch. En ik ga zelf ook meedoen. Duurzaamheid gaat alleen maar toenemen. Het is een hele belangrijke opgave voor de toekomst. En het gaat ook steeds meer het denken en handelen van de gemeente bepalen.